Goedemiddag. We zijn er weer. We zijn er weer. De kerstvakantie is voorbij. We hebben het allemaal overleefd. Gelukkig maar. Maar ja, dat is natuurlijk heel leuk om met familie te eten en zo. En we zijn er weer met de Club 3 voor 12 Utrecht. Nieuwjaarsduik. Want het is een nieuw jaar. Vandaag hebben wij de heerlijke sexy Joeri Lentjes. We hebben de squirrel. We hebben eekhoorn. En we hebben de speciale pre-release van deze plaat. Dit zijn de benen van Jeroen de cameraman. En ik speel erop mee. En vanmiddag ook. Thijs heeft het hartstikke druk. Dus we gaan snel naar binnen. Ik ben Thijs Heij en dit is Club 3 voor 12 Utrecht, de Nieuwjaarsduik. We gaan hier naast Squirrel. Sorry man, maar mijn Engelse uitspraak is echt helemaal kut. Maar ga jij mij eerst even uitleggen waarom eekhoorn? Ik verwacht gewoon echt een geweldige anekdote met veel geweld ook eigenlijk. Ja, zeker. Ik was 7 of 8. Ik zat achter in de auto bij mijn ouders. We reden in Frankrijk, denk ik. Was op vakantie. En ik zag iets in de verte bewegen. Wat later een staart bleek te zijn. En ineens rijden we zo boem boem eroverheen. En eekhoorn dood. Hey, en je speelt samen met een zangeres? Ja, klopt. Janna Lagerström. Ik weet niet hoe je haar naam precies uitspreekt. Nou, jij speelt ermee samen. Ja, dat klopt. Maar het is Zweedse. Moet jij weten dan. Hè? Zweedse achternaam. En dit is Nieuwjaarsduik. 2017 zijn we aan begonnen. Wat gaan we van jou horen in 2017? In 2017 hoop ik dat ik met een plaatje kom. En als niet 2017, dan begin 2018. En waar gaan we jou vinden op de podia? Gasnapolski is het eerstvolgende. Oh, nice. Dus in die oude radio. Ja, Radio Kootwijk, dat oude zendgebouw. Ja. Ja. Lekker. Nou, ik wens je veel plezier met je gig zo meteen. En dankjewel. En wij gaan kijken naar Squirrel. Do you remember the night we left? Do you remember the road, the room, the bed? Do you remember? Do you remember the rain that mensen, wij staan hier naast Joeri Lentjes en Ernie Green. Maar jongens, ik weet, jij hebt een kater, ik heb een kater. Jij bent nog moe van Noorderslag. Je was in de Noorderslag. Dus ik heb hier een lijst met algemene journalistieke kutvragen. Oh, Ernie Green moet zijn leesbril. Waar komt jouw naam vandaan? Van mijn ouders. Even kort en krachtig. Yo, ga eens weg. Ik ga een vraag stellen.
Ga jij al gebukt onder je succes? Ik ga even passen. Ga jij al gebukt onder je succes? Ja. Lekker. Jij? Ja, enorm. Enorm, ja. Ik moet interviews geven tegenwoordig met een camera op besnufferd en beroemde mensen die mij dan in één keer hele moeilijke vragen stellen. Nee, ik ga enorm... Zit je niet al aan het eind? Want je hebt Facebook-documentaires en zo, maar dat, meestal doen mensen dat als ze tegen hun dood lopen. Ga je al dood? Nou, ik ben al een soort van dood. Oké, volgende vraag. Waar wil jij graag op antwoorden? Ja, ik weet het al. Keuze, studio of podium? Podium. Podium, waarom? Op een of andere manier krijg ik het op de studio niet voor elkaar wat ik op het podium doe. Dus. Waarom breng je dan platen uit? Ik heb een live plaat uitgebracht, dat is dan de oplossing. Nee, ja, kijk, het is natuurlijk, ik vind het twee verschillende werelden, zeg maar. En vooral als je dus in je eentje speelt. Zoals we dan straks gaan doen, zeg maar, als mensen dan lekker stil zijn en het geluid is goed. Dan kan je een soort van dieper in de materie opgaan of zo. En dat is eigenlijk veel spannender dan dat je gewoon al de tijd hebt om een nummer uit te werken totdat hij het beste is, zeg maar. En die hele reis, dat vind ik leuker om te doen eigenlijk. Maar aan de andere kant wil ik ook platen. Het is allemaal gewoon... Is allemaal leuk. Helemaal ingewikkeld allemaal. Oké, volgende vraag. We gaan het afronden, even kijken. Oh, komt er nieuw werk? Vertel juist even... Nee, eerst Ernst, want jij was net al heel lang aan het woord. Nieuw werk is er al... Ben je alweer met je volgende plaat bezig? Nee. Volgende scheiding? Nee. Nee, helemaal niks nog. Geen orgies en scheidingen in het vooruitzicht? Ik ga vanavond in mijn kist liggen, dan ga ik er eens even heel lang over nadenken. En jij bent bezig met je EP? Ja, ik ben bezig met een nieuwe EP en een album en hele plannen en dat 2035. Ja, goed. Punt. Oké, nog even promotie. Laat even je plaat zien, Ernst. Ja, ik laat mijn plaat even zien met de voeten van de cameraman. En wij gaan kijken naar Juri Leentjes en daarna Ernie Green. Ernie Green, we gaan kijken naar Ernie Green. En we gaan kijken naar Juri Leentjes. I could feel your heat, your tears were on my bed sheets. You've been talking in your sleep. I bet your dreams were dark. Dark, and they were dark. I leave my body, but I can't get out. No, I'd scream for help, but I can't scream. And it's this pain to which I'm bound, and I don't know what it's all about. No, I don't know what it's all about. No, I don't know what it's all about. Hey, no, I don't know what it's all about. To the heart of the city, the center of the soul. A new life awaits me in the middle of it all. And we try to give it meaning. Heart out on the table, but we don't know what it is. No, we don't know what it is.
Down here at the city hall, it's loaded with guitars. But both down on our own again, we're looking for the stars. And we try, 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 try. Try to give it meaning. Heart out on the table, but we don't know what it is. No, we don't know what it is. We hebben genoten van Skrull, van Acorn, van de heerlijke Juri Leentjes en van Ernie Green. En dan doet hij gewoon even, hè? Gewoon lekker ringeltangel zonder playback en alles. Volgende keer zijn we er weer met een gewone reguliere editie. Wij gaan nog lekker door, we gaan nog biertjes drinken en ik zeg tot de volgende keer. Hou van je moeder, wees lief voor elkaar en zoals Monique van de Ven ooit zei, maak me geen kindje. Ik ben Thijs Heij en dit was Club 3 voor 12 Utrecht. Club 3 voor 12 Utrecht!